In Zeeland kunnen scholieren wel blijven zitten. Het is woensdag 27 mei. Dit is Zeeland Nu. Scholen schaffen zitten blijven niet af. Roofvogel valt hardlopers aan. En kilo's bonbons in de maak voor horeca. Dag dames en heren. Zeeuwse middelbare scholen schaffen het zitten blijven niet af. Terwijl uit een enquête van de Volkskrant blijkt dat bijna 4 op de 10 scholen in Nederland dat wel doen. Wel is de verwachting dat er dit schooljaar minder leerlingen blijven zitten. Normaal gezien zijn er 3 opties. 1. Een leerling gaat naar het volgende jaar. 2. De leerling blijft zitten. Of 3. Een leerling wordt besproken als hij net niet zou overgaan. Nu worden alle leerlingen besproken die niet automatisch doorstromen naar het volgende jaar. Zo gaat het ook op het Ostrea Lyceum in Goes. Ik denk wel dat er meer leerlingen bevorderd zullen worden dan we normaal gesproken zouden zien bij ons op school. Het betekent wel dat de twijfelgevallen volgend jaar misschien in de problemen komen, omdat ze er toch nog niet klaar voor waren. Het is ook wel om die reden dat we in de onderbouwklasse wat ruimhartiger kijken dan in bijvoorbeeld een 5 VWO en een 4 HAVO, waar de leerlingen het jaar daarna examen moeten doen. Zitten blijven wordt dus niet afgeschaft op de Zeeuwse middelbare scholen. In het paasrapport had het Ostrea al aan de leerlingen laten weten of de verwachting was dat ze zouden overgaan. Dat gebruikt de school nu als basis. Dus leerlingen die daar over waren, die blijven over. En de leerlingen die niet over waren, die geven we de kans om zich nu te herstellen. We hebben daar een soort extra lessen voor een aantal vakken. En dan krijgen ze ook extra toetsen waarmee ze cijfers kunnen ophalen en kunnen laten zien dat ze het waard zijn om over te gaan naar het volgende leerjaar. Alle Zeeuwse middelbare scholen zijn gevraagd om een reactie en overal wordt ongeveer deze lijn gevolgd. Het Lodewijk College in Terneuzen en Mondia Scholengroep op Walcheren hebben nog niet gereageerd. Een hardloper uit Oostdijk is gisteravond aangevallen door een roofvogel. Meer mensen maken melding van het agressieve dier. Hier rende Matteo van Koeveringen gisteren tussen Oostdijk en Krabbedijken. Hij was net op pad toen plotseling... Opeens een klap op mijn achterhoofd. En ik dook een beetje aan elkaar. En toen keek ik op en zag ik een roofvogel wegvliegen. En toen na een poosje toen dacht ik van, ja, ik kan toch wel verder lopen. Dus ik ren verder. En nog geen 10 seconden later nog een keertje. Ja, en dit is de boosdoener. De buizerd die ook vandaag zijn nest jongen goed beschermde. Matteo is na de aanval maar even naar het ziekenhuis geweest, want het bloedde hevig. Hij had geen hechtingen nodig, maar kreeg wel een tetanusprik. En nu, als je moet hardlopen? Ja, toch maar even een ander rondje. Vandaag opnieuw geen sterfgevallen door corona en geen ziekenhuisopnames in Zeeland. En Jannes Goedbloed, die positieve cijfers die we hebben in Zeeland, die zorgen wel voor wat verlichting, hè, hier en daar. Jazeker, bij Zorggroep Ter Wil bijvoorbeeld. Daar was een speciale afgesloten afdeling voor ouderen met corona. Er zijn ook een aantal bewoners aan overleden. Nu, na 9 weken, is iedereen daar coronavrij en kan die afdeling eindelijk worden opgeheven. Melden ze daar opgelucht. Ja, dus dat is goed nieuws. Zeker. En ik weet niet of je nog kan herinneren, maar in Terneuzen was een wedstrijd uitgeschreven voor een grote uitkijktoren. Een icoon voor de stad moest het worden en bewoners konden daarvoor suggesties doen. Ja, en hier zien we een paar van die ideetjes die al waren ingezonden. Ja, nou, Terneuzenaren hebben nu nog een extra jaar om erover na te denken, want de wedstrijd is stilgelegd vanwege corona. Uitgesteld met een jaar, zegt de gemeente, omdat het nu economisch onzekere tijden zijn. Ja, als van uitstel dan maar geen afstel komt. Dat zou jammer zijn, inderdaad. Dan iets heel anders. De horeca mag vanaf komende maandag 12:00 PM weer open. En dat betekent niet alleen dat de horecaondernemers zelf staan te popelen om weer te beginnen. Ook de leveranciers voor de horeca springen een gat in de lucht. Zoals bijvoorbeeld deze chocolatier in Middelburg. We zijn volle bak bezig. De bestellingen hangen weer op de kast. En die is afgelopen tijd toch wel af en toe akelig leeg geweest. Ik ben echt wel blij dat het weer gaat beginnen. Voor de coronacrisis leverde Marco Adriaanse uit Middelburg zo'n 50 kilo aan bonbons aan restaurants en hotels per week. Maar dat stond in één keer stil en betekende een omzetverlies van 75%. Nu komt de productie weer langzaam op gang. En dat we dan wel langzaam weer op aantallen komen wat we gewend zijn. Dat zal tijd nodig hebben. Ziet er heel goed uit, al die bonbons. Dat en meer op onze site omroepzeeland.nl. Dankjewel. Buitenlandse stagiairs moeten het tekort aan technisch personeel in Zeeland oplossen. Het Zeeuwse bedrijfsleven en onderwijsinstelling Scalda onderzoeken of dat mogelijk is.
Ze hopen dat de stagiairs na hun stage hier blijven plakken en aan het werk gaan in de technieksector. Het technische bedrijfsleven in Zeeland staat te springen om personeel. Meerdere pogingen zijn al gedaan om het werken in de techniek aantrekkelijker te maken. Maar het wil nog niet echt lukken. Vandaar dat het Zeeuwse bedrijfsleven en onderwijsinstelling Skalda nu met een nieuw plan komen. Het is anders omdat we met name eigenlijk zoeken naar de aansluiting met jongeren die hier kunnen instromen dan in het lokale onderwijs, bij Skalda bijvoorbeeld. Dus we proberen de match te maken tussen enerzijds opleiding hier lokaal, middels stages, en anderzijds de behoeften van de procesindustrie. Het idee is om jongeren naar Zeeland te halen uit gebieden waar de werkloosheid hoog is, in de hoop dat ze na hun stage in Zeeland blijven. Er wordt nu onderzocht of dit haalbaar is. En vervolgens ook te kijken, waar moet zo'n stage dan aan voldoen? Want het zijn mensen, jongeren, die geen Nederlands spreken. Dus in hoeverre spreken ze Engels? Hoe kun je ze huisvesten? Hoe kun je ze Nederlands leren? Dat soort zaken. Hoe sluiten ook de opleiding aan op de behoeften van de industrie? Dat zijn dingen die we allemaal willen gaan onderzoeken in het komende jaar. De eerste stagiairs zullen dus pas in het schooljaar 2021-2022 naar Zeeland komen. Voor het onderzoek geeft de provincie Zeeland subsidie en draagt ook het bedrijfsleven, waaronder chemiebedrijf Dow, financieel bij. De coronacrisis heeft voor grote achterstanden gezorgd bij de rechtbank in Middelburg. De afgelopen weken was de rechtbank zo goed als op slot. Sommige zaken konden via een videoverbinding of schriftelijk worden afgehandeld, maar het grootste deel werd uitgesteld. Nu gaan de deuren weer gedeeltelijk open en moet die achterstand worden ingehaald. Goedemorgen. Welkom bij de rechtbank. Bent u kortademig? Heeft u koorts? Bent u verkouden? Wie zich meldt bij de rechtbank in Middelburg wordt eerst aan een vragenvuur onderworpen. Inmiddels mogen er mondjesmaat weer mensen naar binnen. Maar dat was de afgelopen weken wel anders. En dat heeft geleid tot een grote stapel zaken die is blijven liggen. We hebben geen cijfers over wat achterstanden zijn. Wat wel duidelijk is dat strafzaken er geen behandelingen zijn geweest van, goh, wat heb je gedaan en wat voor straf moet daarop komen. Daar hebben we natuurlijk wel in de afgelopen weken dat die zaken niet zijn behandeld, een tekort aan behandelingen gehad. Nu fysieke zittingen langzaamaan worden hervat, is ervoor gekozen om strafzaken en familie- en jeugdzaken prioriteit te geven. Het gaat om hele grote belangen. Het gaat om wel of niet vastzitten. Het gaat om wel of niet voor je kind mogen zorgen. En als het gaat over betaalde rekeningen of niet betaalde rekeningen, dan is het soms makkelijker om dat ook op een andere manier te behandelen. Dus telefonisch of via Skype. Landelijk klonken afgelopen tijd kritische geluiden van advocaten over de gang van zaken in de rechtbank. Er kon wel erg weinig. In Zeeland is dat niet anders. Als je alle ruimtes van de rechtbank bekijkt, dan denk ik dat er iets te veel in een kramp geschoten is door de rechtbank. Dat men daar toch wat meer ruimte had mogen, misschien zelfs wel moeten en ook kunnen bieden. Dat verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Maar er is wel door de rechtspraak op ingezet om dat aan te passen. En dat is vanaf 11 mei gelukkig nu sterk verbeterd. Wij doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar het blijft heel vaak lastig om iedereen de beste kans te geven. De rechtbank staat voor de grote taak om een flinke inhaalslag te maken komende tijd. En dat vraagt om creatieve oplossingen. Eén mogelijkheid is dat we gaan proberen het aantal zittingen meer uit te smeren over de dag. We kunnen niet te veel zittingen tegelijk. Nou, dan gaan we iets eerder open en iets later dicht. Verder wordt er bijvoorbeeld gekeken naar rechters die al met pensioen zijn. Zouden die misschien terug willen komen om in ieder geval een periode zaken te doen? Mensen die meer uren kunnen maken, die op dit moment part-time werken. Nou, de advocaten zijn er klaar voor. En als de rechtspraak gaat zeggen van we gaan voortaan ook zittingen doen tot dat het kan uitlopen tot 8:30 s'avonds, ja prima. En het zal nog een behoorlijke tijd vergen voordat de achterstand die nu is ontstaan is ingelopen. Ja, opnieuw heel zonnig vandaag. En sinds vanmiddag is het de zonnigste lente ooit gemeten in Zeeland. Het werd 20 à 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er een paar wolkenvelden, maar die zijn morgenochtend weer weg en dat levert dan opnieuw een zonnige dag op. Na Zeeland nu kunt u kijken naar Op Jacht over het bouwen van megajachten bij Amels in Vlissingen. Dit is dus het hart van het schip, de machinekamer. Om te beginnen specificeren wij hoe groot deze ruimte eigenlijk is.
alle techniek moet er natuurlijk in passen, maar we geven zoveel mogelijk ruimte graag aan de klant, luxe ruimte. Dus vaak is deze ruimte het absolute minimum van wat het kan en moet zijn. Ja, dat is nu. En daarna het uitgebreide weerbericht voor de provincie. Ik zeg alvast een hele fijne avond.